Onze vaal bovenin. Goedemiddag YouTube. Zaterdag voormiddag. Leven zoals het is, priester Wim. Even naar Hasselt gekomen om Mediamarkt gewoon iets te gaan halen. En nu even teruggekomen hier in de kathedraal van Hasselt. De centrumkerk van heel Limburg. Drie jaar geleden ben ik hier tot priester gewijd. Het is toch alweer even geleden. Maar het is toch altijd wel iets speciaals als ik hier de deur ga toevallen. Het is misschien de Heilige Geest die een teken wil geven. Het doet me toch altijd iets speciaals om hier terug te komen in deze kerk waar ik tot priester gewijd ben. Het geeft mij besef van, ja kijk, je bent priester voor Limburg. Doe er iets mee. En ja, ik vind het mooi om hier even te bidden en even te komen. Zelfs gaan we natuurlijk iets lekkers eten, maar ik denk dat het belangrijk is in ons leven om ook af en toe tot stilte te komen. Maybe you should pull the fucking trigger. Hier ben ik naar school geweest, het college van Hasselt. Ik heb ooit strafstudie gehad. Ik strafstudie? Ja, twee keer. Echt of wat? Ene keer omdat ik het beter wist als de leerkracht godsdienst. En ene keer omdat we met ons klas ontsnapt waren omdat prins Filip en prinses Mathilde toen nog Hasselt kwamen bezoeken en wouden met de klas daar naartoe gaan en dat mocht niet. Toen zijn we gaan lopen en toen heeft de hele klas strafstudie gehad. Twee keer, dat valt toch mee, hè? En jij, Senne? Nog nooit, strafstudie ja. Nog nooit? Dan moeten we eens veranderingen brengen, hè? Nee. Tijdens de les godsdienst misschien, wie weet. Hier zie je cafékes van Van Gogh. Vroeger na de school gingen we hier altijd vrijdag pintjes drinken. En toen was er nog de Place d'Armes, ik weet niet of je dat ooit weet. Hier heb ik mijn 18e verjaardag gevierd in een van die cafékes. En wanneer gaat jij je verjaardag vieren? Je moet wel geen speciale Happy Birthday Senne film maken. Nee, ja. Zeg maar, wat je gaat. We hebben nog even tijd vooraleer we deze namiddag weer een koppel gaan zegenen. Weer twee mensen die gaan trouwen in Berbroek vandaag. En we gaan nog snel iets eten. Interreligieuze maaltijd, een kebabje. Smakelijk. Zinnen, smakelijk. Ja, merci. Hier Berbroek. We gaan. Dat is toch Spalbeek? Oh shit, het is nog door. Sorry. Dag YouTube, welkom op mijn kanaal opnieuw. Zoals ik daar straks zei, we gaan deze namiddag hier in Berbroek Sven en Kim trouwen. Zij kiezen... Nee, niet Kim toen. Zij kiezen om hun heel leven lang, in eeuwigheid samen, lief en leed te delen in goede en kwade dagen. Wanneer nog? Ziekte, gezondheid, rijkdom. Ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede. Ze kiezen daarvoor. Sen is er weer om de mis te dienen. Normaal stond hier nog iemand, maar... Die komt nooit op tijd. Die komt nooit op tijd. En batterij is bijna plat. We gaan eraan beginnen. Neem hen mee in uw liefde. Deze keer niet in Italië, maar in Berbroek City. Doei. Goedemiddag YouTube, welkom op mijn kanaal. Hier samen met Kim en Sven die juist mogen huwen. We gaan een spelletje spelen. Eerste vraag, hoe gaat het ermee? Nu al veel beter dan gisteren. Ik heb heel veel zenuwen denk ik. Best wel, ja. Iets minder? Ja, het veel minder. Tijdens het huwelijk heeft hij iets heel bijzonders gedaan. Wat was dat voor de kijkers? Saxofoon gespeeld. En hoe kwam dat over bij u? Ja, ik dacht dat hij al was gaan lopen. Maar toen hij de saxofoon mee had, toen was ik wel. Je dacht dat hij al was gaan lopen? Ja. Helaas, was nog niet. Helaas, of gelukkig? Gelukkig. Nee. Ze hebben heel mooi hun trouwbelofte gesproken naar elkaar. Het was echt wel liefde te vinden bij elkaar. Misschien een vraag. Wat vinden jullie van de liefde? Dat is een uitdaging, maar eentje waard om aan te gaan. Uitdaging om aan te gaan. Elke dag aan het werken. Maak het te moeilijk. We zijn goed. We denken dat we het doen. Voilà, ze zijn inderdaad heel goed begonnen. Ik ga jullie heel veel proficiat wensen. En onthoud het, liefde is een werkwoord. Dag YouTube.
Dag YouTube, welkom deze avond op mijn kanaal Leven zoals het is, Priester Wim. Niet altijd een huwelijk of een doopsel dat we doen natuurlijk. We gaan nu ook een oudere vrouw de ziekenzalving geven. De familie heeft even gebeld om haar het sacrament van de ziekenzalving te geven. Om te bidden om kracht en sterkte. En om haar ook een mooi afscheid te geven en een zachte dood toe te wensen. Dat ze niet te veel pijn of lijden moet hebben. Ik heb mijn zinaar Jorgen mee. Die gaat helpen om de communie ook te geven aan haar. Ook een deel van ons leven natuurlijk. Goedenavond, dag. Goedenavond YouTube, hier ben ik met Mijneke. Mijneke, zeg eens goeiedag tegen YouTube. Doei doei YouTube. YouTube. Jij bent de allerliefste die ik heb. YouTube is de liefste die ik heb, of wat? Huh? Deze avond ben ik bij Mijneke en Mijneke heeft eten voor mij gemaakt. Mijneke, wat eten heb jij gemaakt? Ik heb iets gemaakt. Wat heb jij gemaakt? Mij gemaakt. Nee, mosselen. Eet je graag mosselen, Mijneke? Ja. Ja? Maar ik heb u gemaakt. Wat heb je mij gemaakt? Heb je mij opeten of wat? Ja. Nee, dat gaan we niet doen. Kijk, Mijneke, ik heb hier een geweer en ik kan... Paf. En nu? Ik doodschieten. Mij doodschieten? Waarom gaat je mij doodschieten? Dan kan ik geen YouTube-filmpjes niet meer maken, Mijneke. Zomaar. Zomaar doodschieten. Dat mag niet, hè? Mensen, oh, dood. Priester Wim dood. Priester Wim teruglevend. Dat is gelijk Jezus, die kunt je niet doodmaken. Ah, dood. Priester Wim teruglevend. Ah, kijk hè. Bang! Oeh, ik kan niet schieten of wat? Wie gaat volgende week winnen? Genk of Sint-Truiden, Mijneke? Wie gaat winnen? Wim. Wim gaat winnen, voilà. Sint-Truiden gaat winnen dus. Goed, Mijneke? S-T-V-V. Zeg het eens. Sint-Truiden gaat winnen. Voilà. Goed. Bastelijsen gaat winnen. Ik denk dat papa dat niet graag gaat horen, hè. En wat moet priester Wim doen, Mijneke? Moet hij uit de parachute springen? Moet hij een hamburger maken? Of moet hij een nieuw liedje maken? Je moet, Hamburger. Parachute springen. Ja, goed, Mijneke. Uit de parachute springen, hè. Wat kies je wat ik moet doen? Hoe, wat kies je wat ik moet doen? Wat moet ik doen? Nee, jij mij. Maar jij schiet me niet altijd dood. Parachute springen of je doodschieten. Je moet me niet doodschieten. Als je me doodschiet, kan ik niet meer springen. Of hamburger. Hamburger maken. Zeg jij eens. Springen. Oh. Onze vader.